Voor alle mensen die een Nvidia grafische kaart hebben gekocht, er staat, ja, even kijken waar ik nu ben. Op dit schermpje krijg je alle instellingen. En dan gaan we bij de systeem settings, device of driver manager beter. En je gaat kijken of dat je een Nvidia kaart hebt of niet. Als je er een hebt, dan zal er wel iets tussen komen te staan. Dus je gaat jouw computer gaat even kijken welke onderdelen er allemaal in zitten. En hij zegt oké, kijk, wij draaien nu op de gratis versie van de Xserver X.org organisatie. Maar we kunnen ook naar de Nvidia kaart zelf gaan. Is van belang als je wil dat die kleine app in Conky de gegevens wel degelijk kan lezen. Want we gaan daar een programma gebruiken, Nvidia MSI. Of streepje MSI. Waar kunnen we dat dan lezen? Terwijl dat installeert, kunnen we al eens kijken. Deze. Dat is de code die voor de Aurora DS Nvidia Panel en deze Nvidia MSI moet nu dus meegestart worden. Als we nu NV doen, dan zijn het alle mogelijkheden dat we kunnen starten en daar staat Nvidia MSI al reeds bij. Dus die informatie is al beschikbaar. Eens dat dit hier helemaal ten einde is, apply changes, zijn we helemaal overgeschakeld op de Nvidia kaart en al de Nvidia software. Zijn hetzelfde als een driver van download voor Windows. Laten we de laatste nieuwe Nvidia driver voor de game maken. Dus hier wordt een GeForce 9600 GT software gedownload. En we wachten tot die apply changes volledig gebeurd zijn. We kunnen nog eens MSI zien wat er gebeurt als ik op enter doe. Command not found. Die informatie gaat dus de temperatuur uitlezen, die gaat de frequentie van de klok aflezen, hoeveel geheugen dat er totaal, dedicated memory en used memory, dus al die gegevens en de fan trouwens ook, hoe snel dat de fan dan in percentage van hoe dat die aan het werken is. Dus al die informatie zal hocus pocus werken, eens dat dit hier allemaal geïnstalleerd is. We gaan niet wachten, want de changes, en we gaan de film hier beëindigen.